Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over spanning. Maar om jullie uit te leggen wat een spanning is, moet ik eerst iets meer vertellen over wat elektriciteit is. Elektriciteit staat namelijk uit geladen deeltjes. We hebben positief geladen deeltjes, die hier in rood zijn aangeduid met een plusje in, en de negatief geladen deeltjes, de blauwe deeltjes met het minteken. Dus die twee deeltjes die hebben een tegengestelde lading. Nu, deeltjes met dezelfde lading, dus indien we twee blauwe of twee rode deeltjes hebben, dan zullen die elkaar gaan afstoten. Nu, tegengestelde ladingen zullen elkaar gaan aantrekken. En dat is waar wat wij elektriciteit en spanning op baseren. Elektriciteit betekent namelijk het transport van ladingen. Door lading te transporteren gaan we energie. Nu, wat gebeurt er, of wat gaan wij eigenlijk benutten van die elektriciteit? Van het feit dat twee verschillende ladingen elkaar willen aantrekken. Nu, indien we die twee ladingen van elkaar gaan scheiden, bestaat er dus een zekere aantrekkingskracht. Er bestaat dus een aantrekkingskracht tussen, indien we bijvoorbeeld één vat hebben met negatieve ladingen en één vat met positieve ladingen. Indien we die ladingen gescheiden hebben, die willen naar elkaar toe gaan. Maar we laten dat niet toe indien we daar bijvoorbeeld geen verbinding tussen leggen, gelijk in de elektriciteit met een koperen kabel. Dus wat ziet u hier op de figuur? Hier ziet u nu twee ladingen, die elk, twee types ladingen, positieve en negatieve ladingen, die elk in een aparte container geplaatst zijn. En omdat die van elkaar gescheiden zijn, staat daar dus een spanning tussen. Wat is een spanning dus? Spanning is een verschil in lading dat je meet tussen twee verschillende punten. Een ander woord voor spanning is ook potentiaalverschil.